Hallo dames en heren van Mastercheck en welkom bij deze nieuwe aflevering van Kan het in de Magnetron of niet? Deze keer hebben we de reactie uitgekozen van Ferdinand Pol. En die zei, stop met een zakje slime. Dus wij zijn speciaal naar de winkel gegaan en hebben voor 1 euro dit zakje slime gekocht. Dus dan gaan we nu naar onze veilige basis, want we willen niet dood. En actie! Nou, dan gaan we kijken hoe dat eruit ziet. Nou, dat ziet er gewoon uit als een zak sla. Oh, ja. Hij is wel heel heet geworden, hè. En het ruikt overal naar sla. Het voelt ook een stuk vochtiger. En de ruit is nog open, dus daarom kon hij op het laatst weinig meer zien. Oh ja, en kijk hier. Er zit een klein gaatje in de zak. Daar is hij open gegaan. Dus. Dit was Kan het in de Magnetron voor vandaag. En tot de volgende keer. Nee, het is geen aanrader.